ben Jeroen Jongeleen. Ik ben een kunstenaar in Rotterdam. Ik ben een beeldend kunstenaar. Ik ben sinds een jaar of 20 nu bezig. Voor mij is het eigenlijk niet bijzonder, want dit is gewoon wat ik doe. Ik ben hier gewoon elke dag mee bezig. Ik probeer elke dag werk te maken wat speelt met de prikkels die ik van buiten krijg. En dan toon ik dit bijvoorbeeld in een kunstruimte of iets dergelijks. Ik ben dus op dit moment bezig met met heel veel teksten aan het verzamelen. Dat zijn allemaal hele negatieve en zwaarmoedige teksten. Dat zijn uitspraken van hoe andere mensen, een aantal andere mensen, op een hele negatieve manier denken over kunst en cultuur. Deze teksten die pogen een soort van antwoord te zijn van mij als kunstenaar op die negatieve kadrering door de politiek. Robbing pockets through the city. I used to truth and that a pizza come and get me.